conclusie. Geven nu meteen al waar we zeer tevreden over zijn. Hier zijn twee plaatjes eigenlijk te zien. De buizen die worden genummerd. Zodat ze eigenlijk in de praktijk meteen weten van waar begin ik en waar moet ik eindigen. En ja, de inlaat op de gewenste plek. Ik denk het volgende plaatje die misschien voor de kijkers iets minder goed te zien. Maar hier heb je een uniek wegplan. Uiteindelijk. Dit is dan het leidingstelsel, je hebt de buis. En je kunt meteen zien waar eigenlijk welke inlaat komt te zitten. We hebben er ook nog een tekeningje, dat is de volgende sheet weer. Een tekeningje erbij gedaan, wat eigenlijk de man in de sleuf, de kramers, de uitvoerder, uiteindelijk kan zien van, hé, hey, waar komt nou die specifieke inlaat in dat rioolsteen te zitten? Nou, we hebben dus 3 pilotprojecten gedraaid met Dijka. Naar, met name die laatste, zeer tevreden. En eigenlijk bij die laatste hebben we vorige week inspectiebeelden binnengekregen, want hij is vrij recent is die afgerond. Uiteindelijk hebben we de inspectiebeelden binnengekregen. We hebben voorgemonteerd hebben wij 100 inlaten in dat bestek toegepast. En voor de zekerheid, omdat je toch nooit weet van hé, hey, kom ik helemaal goed uit, hadden we nog 10 inlaten in het bestek opgenomen, geboorde inlaat. Nou, ik kan meteen de vraag stellen, er was er eentje lek. Als ik u mag vragen, welke was lek? Welke denkt u dan? Het was niet de private, het was de geboorde inlaat in de praktijk. De aannemer super zagrijnig, want hij dacht dat hij het goed had gedaan. Het was een keurige aannemer, keurige jongens op het werk. En die waren serieus met hun vak bezig. Alleen die inlaat, en daar gaan we later naartoe, die was onder slechte weersomstandigheden gemonteerd en niet goed gekneveld. Wat moet er gebeuren? De halve kruising mag er weer uit. Wat krijg je? Gefrustreerde burgers. Dan die moet een tijdje weer omrijden. Zit niemand op te wachten. Ook wij niet.